Hallo, ik ben Bart. En ik ben Monique en wij vertrekken vandaag op vakantie naar Denemarken. Wij gaan met een elektrische auto, een Polestar 2 om precies te zijn. Dat is iets waarvan heel veel mensen denken dat het moeilijk is of onmogelijk om met een elektrische auto op vakantie te gaan. Lange afstanden willen wij gaan bewijzen dat het eigenlijk niet zo is. We hebben een normaal gezin, twee ouders, twee kinderen, 6 en 9 jaar oud. En wij vertrekken nu in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen richting Hamburg. Dat is onze eerste stop. Wij overnachten daar. Zo, we zitten in de auto, de navigatie is gestart en het systeem zegt ons automatisch waar we moeten stoppen, hoe lang we daar moeten laden en hoeveel batterij we gaan over hebben. Dus zeer praktisch. En wij meten meteen waar we naartoe moeten. We hebben net 210 kilometer gereden en we zijn in Duisburg. Dat is eigenlijk heel simpel. Laden met een elektrische auto. Laadkabel nemen. Laadkabel inpluggen. Zo. Zo. En we beginnen te laden. We zijn iets langer gestopt dan voorzien. Het ding is, achter het laadstation hier in Duisburg is een IKEA. Altijd leuk, dus we zijn even binnen geweest. Even iets gehaald om te eten. En nu gaan we verder rijden. Pitstop nummer 2. We hebben net 214 kilometer gereden op de Duitse autobaan voor de liefhebbers. Dit is de Polestar 2, voor wie hem nog niet zou kennen. Dat is de auto waarmee wij onze reis doen. We hebben een 40-tal minuten geladen. Dat was eigenlijk veel te veel. Maar bon, we zitten aan 89% batterijlading. We hebben hier dus, even kijken, 38,7 kWh geladen op 40 minuten tijd. Dus wat gaan we nu doen? Auto loskoppelen en weer vertrekken op richting Hamburg City. Welkom in Hamburg. Wij zijn toegekomen. Onze auto heeft hier een plaats, pakweg 100 meter van de deur van het hotel. We zijn hier zeer vlot toegekomen in Hamburg. Aan een publieke laadpaal, 16 ampère, 3 fasen. Dus dat betekent dat binnen een paar uurtjes de auto al opgeladen zal zijn. Toegekomen op onze laadstop. Hier moeten we 7 minuten laden, eventjes uitstappen. Zeer nette parking, vlak naast de autostrade. 4 snelladers hier, alle 4 beschikbaar trouwens. En zometeen gaan we de ferry op richting Denemarken. En wij gaan vertrekken. Heel snel, we staan op de ferry en we moeten instappen in de auto. Maar daar achter mij ligt Denemarken. We zijn toegekomen. En het is ongeveer 1 uur, denk ik, 1 uur 's middags. Dag nummer 2 in Denemarken. Dag iedereen en welkom in het centrum van Kopenhagen. Wij staan hier geparkeerd, zoals je wel kan zien, aan een laadpaal. Volledig elektrische voertuigen die parkeren helemaal gratis in Kopenhagen. En Kopenhagen is over het algemeen niet echt gekend voor het goedkoop parkeren. Maar als je dus met een Polestar of een ander elektrisch voertuig naar hier komt, parkeer je dus helemaal gratis. Vrijdagmiddag en we staan geparkeerd op een plaats ergens aan de Deense Riviera. Zo wordt dat hier toch genoemd. En als je wil weten waarom, wel, kijk even rond. Prachtige locaties van huizen en prachtig strand hier achter mij. En aan de overkant zien we Zweden. En dat is heel belangrijk vandaag. Zweden, ook een beetje het thuisland van de Polestar natuurlijk. Maar wij gaan vandaag naar Zweden. Het was oorspronkelijk niet de bedoeling om af te reizen naar Zweden. Maar we hebben nu toch de mogelijkheid om de grens over te steken. En dat gaan we ook doen. Klaar voor Zweden, kindjes? Ja! En dan gaan wij officieel nu Zweden binnenrijden. We zijn vandaag naar het geboortehuis van Hans Christian Andersen geweest in Denemarken. En zijn nu toegekomen in een kleine gemeente ergens in de buurt van ons verblijf. En we hangen hier aan een snellader. We kunnen nu iets gaan eten in het dorpje hier. En dan zo meteen terug vertrekken. Bijna 11 uur. Het is tijd om te vertrekken. Dit was onze laatste dag Denemarken voor deze vakantie.
We gaan, zoals we dat in het oprijden gedaan hebben, met een overnachting in Duitsland, dus in twee etappes rijden. Niet omdat we het niet zouden kunnen met de auto, maar het is kwestie van onszelf gewoon en onze kinderen vooral een beetje een rustige reis te gunnen in twee etappes. Hier nog altijd in Denemarken. En we hebben het gezelschap gekregen van een tweede Polestar. Binnen 5 minuten kunnen we verder gaan en dan komen we terecht in Bremen. 74%, 300 kilometer actieradius. Onze laatste dag in Denemarken. We zijn onderweg richting Duitsland. En we zijn vertrokken met 45% batterij. We gaan binnen een 150 kilometer pakweg even stoppen, een beetje bijladen. Eindelijk toegekomen in Duitsland, in Bremen. Want in Hamburg was er echt zoveel file. We hebben daar 2 of 3 uur gestaan. Nu zijn we uiteindelijk toegekomen in een publieke garage achter het hotel. Ik moet zeggen, dat had ik op voorhand wel even opgezocht, want ik wilde hier natuurlijk niet toekomen en geen parkeer, geen laadmogelijkheid hebben. Maar gelukkig hebben we dus de auto kunnen parkeren. Het staat eigenlijk gewoon vlak bij de ingang. En daar, inderdaad, dank u wel Astrid, mijn bevallige assistente, is er een laadpaal hier in de garage. Geen snellader uiteraard, gewoon 16 ampère, 3 fasen. Dus die batterij die is morgen vroeg perfect volgeladen en dan kunnen wij terug naar België. Naar België, voilà. File in Duitsland. We zijn op de terugreis. We zijn een uur, of het zal iets meer dan een uur zijn onderweg. En het gaat hier niet vooruit in Duitsland. We hebben nog 357 kilometer te gaan. En ik vermoed dat we in Nederland ergens zullen gaan laden straks. Welkom bij Van der Valk in Venlo. Gestart, laden 19%. Klaar met laden in Venlo, Nederland. We hebben hier een stop van ongeveer een uur gemaakt. Stel even kijken op de boordcomputer hoeveel kilometer te gaan. Nog een 156 kilometer te gaan. En onze actieradius die zou dat meer dan ruimschoots moeten aankunnen. Dus tot zometeen, hopelijk thuis. Wij zijn eindelijk thuis toegekomen. Na een paar honderd kilometer gaan we nog 5 minuutjes in de zetel zitten en nog eens kijken naar de laatste rit die we gemaakt hebben. Venlo, Sint-Katelijne-Waver City, waar wij wonen. Wij hebben geladen in Venlo tot iets van een 82-83%, dacht ik. Dat was veel te veel, want we zijn thuisgekomen met 49% batterij resterend. Dat is uiteraard geen probleem. En wij hebben ook niet langer geladen dan dat onze pauze heeft geduurd. En dat is een beetje de samenvatting van al onze stops die we onderweg gemaakt hebben. Wij hebben eigenlijk altijd gewoon gepauzeerd, zoals we dat vroeger ook deden met een traditionele dieselwagen. Die pauzes zijn niet korter of langer geworden. Nee, het enige dat er veranderd is, is dat we eigenlijk gewoon nu de auto moeten laden tijdens die stops. Ik denk dat we toch mogen zeggen dat het een leuke vakantie was in Denemarken. Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Het was echt heel erg leuk. Maar het is ook leuk om terug alles te zien en iedereen te zien en terug thuis te komen. En zeker mijn plantje, want die is verven. Veranderd. Zo, jouw plantje is goed gegroeid, ja. Maar dat is nog een ander verhaal. Dat is een andere video. En mijn boontje is... Ja. En er is 1 boontje super lang. Super van de boontjes die op school zijn gekweekt. Maar die, ja. Dat is een andere YouTube-video. We gaan het nu houden op het rijden met een elektrische auto. Wat absoluut geen rocket science is. Geen hocus pocus. Echt heel simpel, weggelegd voor iedereen. Maar daar komen we dus later nog eventjes op terug. Wat vandaag betreft, adios. Bye.